Het is weer een nieuwe video, jongens. Vuurwerkshoppen Nederland. Hey, gelijk. We gaan de winkels af in Nederland. Jullie hebben allemaal de vuurwerkshoppen Duitsland gezien. Die is echt als een speer gegaan. De support is gigantisch hoog. En we hebben superveel gehaald. Alleen we hebben natuurlijk ook nog Nederlandse bestellingen. Je hebt een aantal bestellingen gedaan. Klopt. En we gaan nog even wat los kopen in de losse verkoop. Ja, man. Wat wil je? Nog wat pijlen nodig? Ja, pijlen. We gaan nu onderweg naar Vuurwerk Duitsland, jongens. We hebben heel veel besteld daar voor iets van 3.500 euro. Of 3.000 euro ongeveer. Ja, 3.000. En ik hoop dat we het snel mee kunnen krijgen, want het is erg druk, hoorde ik al. Dus, en we mochten ook misschien de producten zelf pakken. Ja. Funke, Fireball hebben we besteld. Ja, zoveel van Funke. Vuurwerk Duitsland, jongens. Dit is de eerste shop die jullie gaan zien nu. En straks gaan we nog naar meerdere winkels in Nederland. Maar hier gaan we het meeste ophalen, man. De eerste staat, hè? Kleur van je jasje, man. Ja. Mooi, hè? Eerste gedeelte staat er, jongens. Vrachtwagens. Thunderkings. Alle mooie blokken. Binnenkort te zien in de collectievideo, jongens. Maar besef dit. Niet normaal. Dat niet. Godverdomme. Volgende auto. We hebben hier een auto, jongens. Hey, die wordt... Nou niet, joh. Je gooit het juist voor het raam dan ook. Deze zit vol. En deze gaat vol. Allebei. Nee, jongens. Alles zit. In de andere auto ook. En dan gaan we zo door naar de Nederlandse shops. De shops in Nederland. Dit is eigenlijk ook Nederland, maar jullie weten hoe het zit. Dit is van vuurwerkduitsland.com. Hele chille winkel. Jullie zien het. Vrachtwagens vol. Binnenkort is de collectievideo online, maar kijk wat hier allemaal staat, jongens. Daar is echt ook. Nou, die code schuin zetten. Die zo daar links bij die deur hier. Leef je? Hè? Als hij die schuin zet, zoals dit. Logistieke. Dat kent die. Ja, dat kan op zich wel, maar dan wordt het dan niet zwaar voor de bank. We zijn nu onderweg naar. Een tuincentrum, hier in de buurt gaan we ook even wat ophalen, want hier hebben we ook een bestelling gedaan. Zeker, hele grote, jongen. S.O. naar Jordi, die heeft een gekke bestelling gedaan. Zoals ik al zei, jongens, het grootste gedeelte hebben we dus al staan. Jullie hebben het allemaal net kunnen zien. Gigantisch veel, we zijn met twee auto's uiteindelijk op pad gegaan. En voor de duidelijkheid, Thunderkings worden niet verboden. Nee, dat is nog steeds iets wat ze willen, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, het is niet. Zover ik gehoord heb. Het is inderdaad nog niet helemaal door. De kat 3 Thunderkings gaan wel eruit, maar echt de kat, de kleinere Thunderkings niet. Het is nog steeds niet rond. Alhoewel wel heel veel size dat zeggen. Dus, bullshit. Ik zou zeggen, we gaan even een lijstje pakken, jongens. Kijk, hier liggen bestellingen voor ons. Hier liggen bestellingen. Daar staan een paar Funko-blokken op. Ja, man. Let's go! We zijn bij het tuincentrum aangekomen en volgens mij pakken we de verkeerde ingang, want dit is de uitgang. Oh. Kom. Ja, een verschil moet er zijn, hè. Hier hebben we nog een paar mooie kerstboom. Kijk, ja, dat wou ik net zeggen. Die nemen we daar ook mee. Die gaan een mooie fikkie in. Daar werd een week rondpolletje tussen gooien. Daar werd een week geleden nog ruim 30 euro voor neergeteld. Ja. Uitgifte balie. Lachen, man. Voor 10.000 euro ophalen, jongen. In gedeelde 100. Daar even laten controleren. Wat, nee, die controle moet je daar doen. Klopt het niet? Ja, klopt het. We hebben wat leuke dingen gehaald, jongens. Heel klopt het niet helemaal. Nee, maar wel een karton Thunderkings. Er ontbreekt er maar liefst een hele tas, zo'n 6 bulken. Dus, we hebben een karton Thunderkings gehaald. Want iedereen zegt maar dat het verboden wordt. Is nog helemaal niks zeker. Nee. Voor de zekerheid hebben we weer een karton erbij. In Duitsland hebben we ook een karton. Ze waren maar 8 euro per pak, hè? In Duitsland hadden we ook een karton. Ja, mooi. Maar we laten daar ook even zien hoe hard ze kunnen halen. Ja, zullen we het even eentje afsteken? Ja. Hier gewoon ook. Hier toch? Nee, niet. Ja, daar komt hij. In de tas weer. Twee zakjes erbij. In de achterbak. Alsof het niks is. En dan staat hem alweer, dan is de achterbak alweer vol. Ja. Kijk, hoppa. Hier nog een mooi blokje. Stoken er wel eentje bij halen komen. Ja, stoken we zo eentje. Bij de volgende vuurwerkbestelling. We hebben hier een mooie lijst. Ja, ik geloof dat jullie allemaal bij elkaar zijn, of niet? Veel van Vulcan hier. De Rubro. Wat zei je? Daar zie je net levensgevaarlijk. Die was eerder gaat knallen best goed voor Nederlands. Ja, daar zien we ze ook. Even kijken, dit is een Berg, toch? Oh ja, ik heb voor je rug. Die heeft klappers. Welke? Die kopen ze nergens. Welke?
Daar ook, die zeefklappers. Dat zijn wel lachen. Lachen. Leuk. Zoals beloofd. Hebben we er 600 van, dus ik hoop dat ze een klein beetje goed zijn. Toch mooi. Ja man, daar zijn we weer jongens, in de oude vertrouwde Haalkan. Het is hier nu wat rustiger, het is inmiddels alweer avond en jullie weten het. We zijn dus al echt sinds letterlijk, ja, vanochtend bij Vuurwerk Duitsland zijn we al bezig met deze video. We gaan even kijken of we hier nog wat kunnen ophalen. Alhoewel ze wel al heel veel uitverkocht hebben, maar ja man. Joh, die kan je wachten. Van een mooi pijpie. Dit is een shock, zeggen ze. Ja man. Kat 3, laatste jaar. Even tussen het shoppen door, jongens. We zijn nu onderweg naar Den Hoorn. Ook even naar een shop toe. Vorig jaar hadden we hier heel veel opgehaald. Maar nu even na het eten, want het is inmiddels donker zoals jullie kunnen zien. Gaan we even wat lekkere dingen bekijken. Beetje. Ik ga denk nog wel wat aantal dingen halen. Hier is Cafferata dus. Ik ben wel benieuwd of ze daar... Pijltjes hebben nodig. Ja, we hebben pijltjes nodig, hè? We hebben echt geen knalpijl ook, hè? Nee, man. Die moeten we zeker... Ja, Screaming van Pyroshop. Saluutblok hebben we ook niet. Nee, die moeten we ook nog even bijslaan. Inslaan, bedoel ik. Daar zijn we, jongens. Het is hier wel heel rustig, inderdaad. Helemaal niemand. Het is geen Aldi of Lidl. Nee. Let's go, joh. Wat zijn jouw blokken erbij? Ja, man. Het zijn gewoon 18 blokken van King of Town. 25 volt. Ziek ding, hè? Eerlijk. Ja. Maar dat is toch geen... Dat is 65 kilo, hè? Ja. Dat is 65 kilo, man. Dat is... Nee, daar valt die van ons nog wel mee. Dat is ver boven de 50 kilo regel, man. Kijk, man. Kijk deze pijlen dan, man. Jezus. Wacht even. Mooie pijltjes. Nee, dat zijn die, man. Dit zijn wel harde pijlen. Dat is niet duur. Lekker in de pijlen, man. Zijn die zo goed, man? Die zijn echt niet zo goed. En in één keer, jongens, zijn we bij de volgende winkel. Vuurwerkhal. Alsof het niks is. We vlogen van Den Hoorn naar Rijswijk. Zijn nou, van Leidschendam. We zijn hier bij de vuurwerkhal. Gaan we ook even kijken. 3 keer fout gereden. 25 kilo per persoon. Ja. Ah. Ik heb nog een paar nullen achter, hè. Kijk dat pakket. Lijkt wel die Duitse, man. Ja. Ja, hier is veel van China Red. Is 12 cake. Zo. Hey, dat zijn die Evolution, man. Doet een pijn, Jordi. Mega Willows stond op het lijstje. Daar links. Noisy. Deze ook, hè? Stond ook op het lijstje. Ja, hebben die alle drie. Ja, wat halen? Fantastisch vol, jongen. Kan nog goud. Ja, we hebben wel wat gehaald, jongens, maar zien jullie allemaal morgen terug in de collectievideo. Ja, ja. Daar is het even op wachten, man. Geen vuurwerk afsteken in de straat. Het stond verhaal kan dus niet, daar ging het fout. Ja, daar deden we het net wel, ja. Maar goed. We zijn heel zwaar illegaal bezig. Geen vuurwerk afsteken in de straat. Dat deden we ook niet, we deden de straat ernaast. Vaarwel. Hey, we deden net ook de straat ernaast, verhaal kan. We zijn op dit moment bij de laatste winkel geëindigd, jongens. Het is op dit moment... S'avonds 9 uur en ik ben helemaal klaar ermee, moet ik je heel eerlijk zeggen. We zijn begonnen bij Vuurwerk Duitsland, veel funken ingeslagen. Uiteindelijk bij verschillende winkels zijn we wezen kopen. En nu ben ik helemaal kapot. We gaan lekker slapen, denk ik. En ik denk dat morgen de collectievideo online komt, man, voor jullie. Wat een drukke dag. Hey, ik zeg eerlijk, collectievideo wordt echt dik, man. Ja, man. Laat allemaal even een like achter op deze video en dan zie ik jullie weer morgen om 12 uur waarschijnlijk. 12 uur? Zullen we 12 uur doen voor de collectievideo? 12 uur? Nee, 1 uur. Okay. 12 uur is het 12 uur doen we.